Ik hou of hou, behoor deze jasjes te dragen als president van de Republiek Suriname. Maar oh ja! Venetiaan sprak in Rotterdam dus duidelijk als NPS'er en niet als president. Wie de volgende president wordt, dat is de grote vraag. Paul Somahadjo maakt er geen geheim van dat hij die functie ambieert. Ramdin Sarju vindt dat het nu zijn beurt is. En er zijn ook mensen die vinden dat Venetiaan aan zijn vierde termijn mag gaan beginnen. Wat zegt de NPS-voorzitter zelf? Dus inderdaad, er is niks mee met een vierde termijn voor Venetiaan. En ook de NPS natuurlijk vindt dat het mooi en prachtig zou zijn als de NPS het presidentschap weer zou kunnen invullen. Maar het is ook bekend dat er is gezegd door mij dat en ik niet en de NPS niet het presidentschap monopoliseren. En we leven zowel in een partij met veel mensen, met verschillende mensen. We leven in een land met veel mensen, met veel groepen, met veel bevolkingsgroepen, een realiteit. Ja, dus, niet waar, het is van belang om, wanneer het mogelijk is, inderdaad die wisseling te krijgen. Ja, het is nu de tijd voor de VHP. En niet waar, als het ervan komt dat we iemand anders hebben, dan zullen wij daar geen enkel probleem mee maken. Denk je dat het een groot en belangrijk punt zal worden bij de besprekingen om die coalitie zoals die nu is bij elkaar te houden? Want daar gaat het om. Ja, dus ik denk niet dat dat het grootste punt zal zijn. Uh-huh. Ja, zeker iedereen niet. Wil nu weten wie wordt uw president. Omdat de NPS zegt van, ik hoef niet per se dus. Ja, als er een andere is die zich aandient, we gaan er naar kijken of dat een goede kandidaat is. Ik denk dat andere aspecten een rol zullen spelen, namelijk de aspecten die te maken hebben met het de mogelijkheid hebben om een goed beleid te voeren als regering. Maar zoals u vanmiddag hier sprak, voelde ik aan dat u nog bezorgd bent over blijft deze coalitie zoals die nu is op weg naar die verkiezingen. Dus in elk geval is het zo dat wij daarover nog niet kunnen zeggen dat wij een positief beeld hebben. Maar we kunnen ook niet zeggen dat we een negatief beeld hebben. Ik heb tot uitdrukking gebracht dat ik vanmiddag daarover nog geen uitspraak kan doen. De stem van de jeugd zou waarschijnlijk doorslaggevend zijn. En daarom doen alle partijen hun best deze doelgroep voor zich te winnen. Zo ook de NPS. Bij de vorige verkiezingen is er een slag gemaakt. Niet alleen door het toebedelen van die plek aan de jongeren, maar de jongeren hebben zich ook bewezen. Nu gaat er nog een volgende slag gemaakt worden. Dat geloof ik. Ze zijn er rijp voor en ze krijgen die kans. Venetiaan sprak zich duidelijk uit over twee belangrijke issues voor Surinamers in Nederland. De vliegtarieven en de toescheidingsovereenkomst. Wij willen ze ook omlaag. Maar wij hebben wel de verantwoordelijkheid van wanneer de SLM zegt, ik kom niet uit. Wanneer de Surinaamse luchtvaartmaatschappij zegt van, regering, je moet bijpassen. Of wanneer de SLM zou zeggen, regering, wij moeten er niet op houden. Dan hebben wij de verantwoordelijkheid dan op ons om te zeggen van liquideer of ga door. De toescheidingsovereenkomst, daar is het zo dat wij zeggen we willen duidelijk weten wie tot de kring van Surinamers in het land behoort. De kring die de lasten en de lusten draagt. We weten dat buiten Suriname er velen zijn die zeggen van ja, we sympathiseren met de lasten en de lusten. Eigenlijk willen ze ons zeggen, we dragen ze mee. Maar dan moeten wij concluderen dat meedragen en meedragen is mee. U kent de situatie. In een gezin tussen man en vrouw, toch? Ja. Beide
Op een gegeven moment zijn ze zover dat ze zich voorbereiden om een kind te krijgen. Ja. En beide dragen de lasten. Maar eentje draagt de lasten echt.